Een hele goede middag. Het is woensdag, het is 5 augustus. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. En welkom in deze donkere walhalle. Ik heb de boel dichtgehouden. Het is gewoon volgens mij 26 graden als ik het straks heb bekeken. Misschien is die inmiddels al gestegen. Laat ik even gaan kijken. Nee, ja, hij staat op 27 graden. En het is gewoon het beste om de boel dicht te houden. Ik vond het nu best wel cool toen ik hier opkwam. En toen zat de boel dicht. Dus ik dacht, ja, ik kan het gewoon beter dicht houden. Ik heb wel de buitendeur openstaan. En de deur dus naar de keuken. Zodat er toch nog een beetje licht binnenkomt. Want ik denk als dat dicht zit, dat we helemaal donkere plekken in huis krijgen. Ik ben in ieder geval wel klaargemaakt. Ik heb ook mijn workout gedaan. Ik heb wat meer last van mijn spieren, mijn benen en mijn schouders doen heel erg zeer. Maar goed, ik merk nu wel, dit is natuurlijk eigenlijk voor de eerste keer met deze camera dat ik vlog met een donkerder huis. Dat hij het licht beter oppakt. Dat vind ik wel een groot verschil met mijn andere camera, want die kon dat helemaal niet. En dan merk je nu wel dat je een betere kwaliteit camera hebt. Gisteravond heb ik eigenlijk niet heel veel gekeken. Ja, mijn standaard dingetjes, maar ik heb wel gekeken naar dat programma, heb ik teruggekeken. Het zal me een zorg zijn. Ik weet niet, die twee jongens die gaan dan met mensen met Alzheimer, die helpen ze met aankleden, met wassen. En ik moet zeggen, ze doen dat echt heel goed. Ze gaan gesprekjes aan met die mensen. Het is wel heel zielig om te zien dat ze echt bepaalde dingen niet meer weten. Dat vind ik echt heel sneu. Maar ook één vrouwtje die had een ongelukje gehad. Oh, even makkelijk, weet je wel. Gewoon hup, weer onder de douche. En ze maken het op een hele leuke manier. Er was wel weer een mannetje overleden. Dat vind ik altijd wel weer een beetje sneu om te lezen achteraf. Ja, die dingen gebeuren nou eenmaal. Het was hetzelfde met het programma met Gordon. Hè. Die had ook op een gegeven moment toch wel een aantal mensen die overleden waren. Ja, ik vind het altijd wel sneu, maar ik vind het echt een heel mooi programma. Echt heel goed gedaan. Dus dat heb ik gekeken. Ik heb gewoon de team gekeken. Ik kom er nu wel wat meer in. Maar het blijft allemaal nog wel een beetje abracadabra en je wilt gewoon graag weten wat achter bepaalde dingen zit. Maar dan moet je gewoon echt wachten tot de serie voorbij is. En misschien zul je sommige dingen nooit snappen. Ik heb Rex gekeken. De foto's heb ik voor het grootste gedeelte af. Klein deeltje nog niet. Hé, heb je nou een beetje moeite met scherp stellen dan? Wacht even. Dit heeft hij niet. Normaal niet vaak. Volgens mij vind ik... Oh ja, daar ben ik weer. Dus dat was eigenlijk mijn avond. Verder dik prima. Ik heb nu wel gehoord dat Rutte dus inderdaad zijn vakantie afbreekt voor de persconferentie. Dus ik verwacht ergens maatregelen. Misschien ligt het helemaal aan mij. Maar ik heb zo'n vermoeden dat er toch weer wat gaat veranderen. Maar goed. Ik ga zo meteen de woonkamer doen. Ik ga jullie proberen erbij te zetten voor zover dat mogelijk is. Qua zien, ik kan hem tijdens het editen nog een beetje lichter maken hoor. Dus dat is op zich niet het probleem. Maar ja, ik moet even kijken hoe ver het lukt. En daarna ga ik gewoon even bullet journalen. Maar die zou iets even de woonkamer doen. Maar ze had overgegeven. Ze moeten eigenlijk eventjes een pilletje hebben. Dat is zo'n pilletje met ontwormpilletje moeten ze eigenlijk even hebben. Maar ze had een beetje drama, want Mickey is heel erg moeilijk met pilletjes. Dus ik moet even kijken hoeveel ze mogen hebben. Ik ligt een beetje aan het gericht. Ik denk dat Mickey nog steeds op een halve zit. Dus ik moet dat even kijken. Die moeten ze even hebben, want dat schijnt ook wel goed te zijn. Maar dat moet ik even naar kijken. Mickey zit nu sowieso boven. Tijgertje, die weet ik eigenlijk niet. Die heb ik nog niet gezien. Ik heb zo'n vermoeden. Oh, hier. Ze was aan het slapen. Hallo? Hi. Hallo. Oh, wat voel je warm. Het is veel te warm daar. Kom je eruit? Blijf je daar? Vraagje is normaal altijd een van de eerste die mij namelijk komt begroeten als ik opkom. Maar ik had het nu nog niet gezien en ze wilde me altijd even knuffelen. Maar ze lag dus lekker te slapen. Wel een beetje jammer dat ik nu het gordijn opzij trok en ze wakker werd. Misschien gaat ze wel weer verder slapen. Ik ga eventjes de spullen klaarzetten en dan ga ik eventjes wat doen.
Des te eerder ben ik ook weer klaar. Het is nou ook voor het eerst dat de nagel meteen een beetje slijt. Maar dat komt omdat ik nu geen sokken draag. Dus ja, je loopt nu op je blote voeten en dan slijt dat meer. Maar goed, dat geeft niet. Het is wel grappig om te zien dat het dus ook daadwerkelijk kan. Goed, ik ga eventjes wat doen. Ik heb trouwens een nieuwe lipgloss op. Ik kan wel eventjes kijken of die in de keuken dat laat zien. Het is een beetje een nude kleurtje. Zien jullie hem? Ja, zo zie je hem beter. Hi! Hallo! Ja, het is warm hè. We gaan schoonmaken. Ga je helpen? Nee hè? Ja, straks pilletje. Goed, tijd om wat te gaan doen. Zo, een lekker schoon huisje. Dat is heel erg fijn. De katten hebben hun ontwormtabletje gekregen. Dat was nog een heel ding. Nikki, het muisje spuugde hem al steeds uit. Dus ik heb gewoon weer gepakt, weer erin. Die had hem uiteindelijk op. Toen kwam Tijgertje, dat ging ook nog wel. Maar toen kwam Mickey. En Mickey is heel moeilijk in pilletjes nemen. Wat dus resulteerde in een flinke krab op mijn been. Je ziet hier ook wat krabben, maar deze is best wel heftig. Mijn andere been ook trouwens. Nu zie je ook wat krabben. Dus dat was even minder prettig. Toen heb ik hem uiteindelijk door haar voer heen gedaan. En nu heeft ze hem opgegeten. Dus ik heb hem door het natte voer heen gemengd. Dus nu heeft ze hem opgegeten. Even in de keuken staan. Ik vind dit licht echt verschrikkelijk. Ik ga zometeen even lekker relaxen. Ik ga even wat gedaan aan het knutselen. Ik heb hier de wasmachine draaien. Vanavond kijk ik Steenrijkstraat Arm en een afleveringetje van Smeres. Ik moet de vlog inplannen. Ik moet nog even een review online zetten. Ik kijk vanavond gewoon weer de team en Rex. Dus straks lekker douchen. Ik heb makkelijk eten. Ik heb gewoon vriendjes. Dus op zich dikke prima. Dus verder ga ik ook weinig doen. Ja, ik ben blij dat het huis weer schoon is. En straks even lekker douchen. Dan zal het bloed wat op mijn been zat ook wel eraf gaan. Dat heb ik gewoon niet eens gemerkt dat het is gaan bloeden. Want ik ben gewoon doorgegaan met de dingen die ik deed. Maar ik heb gewoon de ontwormtabletjes van het kruidvat trouwens. Die werken voor mij, voor deze katten prima. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag. Op deze donderdag. Het is 6 augustus. Ik ben klaargemaakt. Het is 30 graden. En het huis is wederom donker. Had ik natuurlijk gisteren al verteld dat ik het een beetje donker zou houden de komende dagen. En ik heb leuk nieuws. Ja, muis. Want ik moet nog 11 abonnees en dan is het doel van 100 abonnees per jaar alweer bereikt. Superleuk. Dank jullie wel dat jullie weer allemaal zijn geabonneerd. En welkom alle nieuwe abonnees. Superleuk. Ik heb de nieuwe knip van de ethos in. Het is een keer wat anders, mijn haar zo. Ik vind het op zich leuk, maar ik heb wel nu nog meer... Het is nou wel echt één pluizige bos. Maar ik wil wel mijn haar uit mijn gezicht hebben met deze temperaturen. Want los haar is gewoon niet het ding met dit weer. Gisteravond heb ik Steenrijkstraat Arm gekeken. Was uiteraard herhaling, was nu ook de laatste uitzending. Want ze gaan volgende week films doen. Daarna heb ik Smeres gekeken, want er was eigenlijk daarna verder niks wat mij interesseerde op reguliere televisie. Dus ik dacht, ga ik even een opname terugkijken. Ik had de vlog dinsdag geëdit en ook al opgeslagen.
Maar toen zag ik eigenlijk met het maken van de thumbnail, zag ik dat er een heel zwart gedeelte in zat. Dus die heb ik er dus uitgehaald. Toen moest ik hem even weer opnieuw opslaan. Toen moest hij nog gaan uploaden naar YouTube. Dus het duurde allemaal lang en dat ging allemaal niet heel soepeltjes. Maar oké, het is uiteindelijk gewoon gelukt. Dus die staat inmiddels ook al online. Ik moet straks boodschappen doen. Dus vandaag zal ik eigenlijk weinig vloggen, omdat ik dus straks even weg ben. Ik heb geen therapie, dus dat vind ik nu wel lekker, want het is al zo warm. En als je dan ook nog achter de warme laptop moet, dan ja, is dat gewoon niet zo prettig. Verder heb ik gisteravond weer het team gekeken en Rex. Dus dat was eigenlijk verder gewoon een basic avondje, niet heel bijzonder. De blogpost staat online over deze nagellakjes die ik dus nu eentje van op heb. Die van de gel, de Last & Go Gel Nail Polishes van Essence. Dus dat is allemaal ook weer gedaan. Er zit hier eentje onder tafel, want die heeft, weet ook niet waar ze het zoeken moet. Ik heb hier twee ventilatoren aanstaan. Dus ik ga zo gewoon even stofzuigen en eventjes het oude papier weer verzamelen. En de tassen klaarzetten voor de boodschappen en... Ja, misschien even mijn was opruimen. Dat zou wel even goed zijn, want die hangt hier nog en die is op zich wel droog, denk ik. Ja, dat moet wel lukken. Ja, voor de rest eigenlijk weinig. Oh ja, ik moet zo even spugen ruimen, want ze hadden gespuugd. De pilletjes, de warme tabletjes hebben nog niet heel veel gedaan. Trouwens, mijn coach zei een paar weken terug van misschien moet je wel even een pilletje geven dat daar het spugen vandaan komt. Maar ik heb het idee dat dat het dus niet was. Maar ja, je weet nooit wie het is, dus ik straf daar ook niet voor. Want het gebeurt als ik er niet bij ben, dus ik weet niet wie het heeft gedaan. Ja, en als jij zelf gaat overgeven, of stel je voor je hebt kinderen, ga je ook niet zeggen... Nee, ga je ook niet mopperen van ze hebben overgegeven. Ja, ik ga eventjes stofzuigen. Misschien ga ik daarna nog even verder met de nagellaklijst. Als ik de was heb opgeruimd, ik moet even kijken hoe ver ik ga komen. Misschien dat ik jullie bij de wasopvouw nog even bijzet. Maar verder zal het weinig zijn vandaag. Omdat ik dus straks weg moet. Dus dat ga ik maar eventjes doen. Zo, ik ben thuis, maar de katten die hebben inmiddels het rolgordijn omhoog gegooid, dus mijn ding gaat niet echt lekker. Ja, het is hier weer heel erg warm. Dus ja, dat is een beetje balen. Maar ja, goed, dat hadden ze gedaan toen ik thuis kwam. Ik zal jullie zo even de boodschappen laten zien. En ja, ik ben even bij drie winkels geweest. Mickey. Appen. Ik heb allereerst drie flessen cola gehaald. Ze hadden bij Lidl geen cola, dus het is cola van de Plus geworden. Ik heb hier even patat en aardappelschijfjes. Dus die. Dan heb ik kachtvoer. Ik heb even olie gehaald. Ik heb een broccoli erin zitten. Chocomel. Hier is een fles anaklimonade. En bakboter. Dat waren deze dingetjes. Dan heb ik hier ook de frikandellen. Die heb ik van mijn coach gehad. Want die van mij die waren bij haar in de vriezerland. En ze verpakten steeds. Bij Lidl nam ik nog een paar sokjes mee. Het zijn 5 sokken. Nou, prima. Zie. Kekjes. 3 flesjes met afwasmiddel. Dit zijn met kruiden.
navinken. Oké. Nog eentje. Dit is met Indische kers. Ik heb ook nog basilicum en rozemarijn. Dan heb ik bij de Boni een paar teenslippers, gewoon hele goedkope, van een euro meegenomen. Omdat ik het wel eens fijn vind om naar buiten te gaan. Dan heb ik niks aan. Dus deze kunnen er gewoon beneden blijven. Kattenvoer en de boontjes, want die waren daar maar 1 euro. Dus dat waren alle boodschappen. Ik ga dit zo even opruimen. Ga ik nog even relaxen en dan straks douchen. Ik eet straks frietjes met shawarma. 7 uur persconferentie. En dan ga ik vanavond Boeg in de Bijzondere Bias kijken. En meester Frank Visser. Vanavond heb ik de team. En dan... Wat heb ik nog meer? Hoe heet die andere? Smeres. En ik moet foto's bewerken. Dus dat wordt verder mijn avond niet heel bijzonder. Dus het wordt verder eigenlijk vrij basic. Maar dat ga ik in ieder geval even doen. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Het was vandaag ook niet echt heel vol. Maar morgen probeer ik meer te filmen. Want dan moet ik ook aan de schoonmaak. Volgens mij heb ik het andere dopje ook gevonden. Dus dat ga ik dan in ieder geval even doen. Dus ik zou bij deze zeggen, ik zie jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 7 augustus. Ik ben klaargemaakt. En welkom op deze warme dag. Het is 33 graden. Waarom wou ik 37 zeggen? Dat zou wel heel erg zijn. Ik weet het al. Omdat het 7 augustus is, toen haalde ik de 30 en de 7 bij elkaar. Niet slim. Ik heb wat nieuwe make-up gebruikt. Zal ik eventjes in de keuken laten zien. Het ligt net iets beter. Ik heb al eerst een highlighter overbelicht. Highlightertje, lipgloss en ik heb een ooglook. Maar de reviews kunnen jullie aankomende week lezen op mijn blog. Het is vandaag schoonmaakdag. Ik moet de slaapkamer doen. En daar heb ik nu niet zo heel veel zin in. Maar ik ga het wel gewoon doen. Ik heb daar wel alvast de drooggordijn omhoog. De zon is daar er al af. Dus dat kan nu ook. Raam open heeft niet zoveel zin. Want er komt meer warme lucht naar binnen dan koele. Omdat er eigenlijk nagenoeg geen wind is. Ik heb daar nu nog de andere ventilator staan. Ik denk dat ik die zo meteen wel hier neer ga zetten. Want het is hier wel heel hard nodig. En ik heb die torenventilator al bijna geen koude lucht meer blaast. Die gaat echt wel alweer achteruit. En die heb ik pas een jaartje. Dus ja, ik vind het dan toch wel gek dat eigenlijk gewoon zo'n ronde ventilator. Ik weet niet hoe je die precies noemt. Volgens mij is het gewoon standaard ventilator. Die blaast veel meer koele lucht dan een torenventilator. Dus ja, dat is best wel een beetje vreemd. Maar ja, een torenventilator is wel lekker compact. Gisteravond. Ik heb Boeg in de Bias gekeken. Boeg in Bijzondere Bias. Was interessant. Was ook de laatste aflevering. Daarna een stukje meester Frank Visser. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik heb mijn nagellaklijst van de Limited Editie nagellakjes afgemaakt. Daar ben ik gisteren mee begonnen voor ik boodschappen ging doen. En die heb ik dus nu af. En nu ga ik zo meteen bij het schoonmaken van de slaapkamer ook niet de nagellakjes die dus nog op de lijst moeten. Ik weet welke dat zijn. Die ga ik in een doosje stoppen zodat ik die van het weekend ook aan de lijst kan toevoegen. Want het zou een beetje raar zijn als ik ze nu allemaal weer terug op zijn plek ga zetten en ze het weekend weer uit gaan halen omdat ze op de lijst moeten. Dus dan kan ik ze gewoon beter even bij elkaar stoppen zodat ik het gewoon in 1 keer terug kan zetten. Ik heb de team gekeken. Wordt ook wel steeds spannender moet ik zeggen. In het begin was ik een beetje sceptisch na aflevering 1. Maar het begint nu wel meer interessant te worden. En ik heb Smeres gekeken. Dat was ook mooi. Dus dat was eigenlijk een beetje mijn avond. Verder niet bijzonder. Ik heb op een gegeven moment de ramen lekker opengezet. Alleen het helpt gewoon niet. Want er komt gewoon geen koele lucht binnen. Omdat het gewoon echt nagenoeg windstil is. Dus dat is een beetje jammer, maar goed, het is niet anders. Ik ga zo even de boodschappen naar boven brengen. Ik haal even de dingen eruit die ik nog nodig heb. En dan ga ik het naar boven brengen. Dan ga ik ook de trap omhoog doen, want van boven komt ook heel veel warmte. En dan ga ik daarna schoonmaken. En eventjes een wasje wil ik aanzetten, want ik heb echt wel weer, het is echt weer tijd om even wat aan te wassen. Want de wasmat zit best wel weer vol, dus... Dat is eigenlijk voor nu de planning. Ik ga even stofzuiger er doorheen trekken. Gisteravond de persconferentie. Ik moet zeggen, ik vond het niet bijzonder. Het was eigenlijk weer puur een waarschuwing. Er zijn wel weer een paar regels bijgekomen. Dat als je nu in een restaurant wil gaan eten. Dat je bij binnenkomst je gegevens moet achterlaten. En als er coronavirus uitbreekt. Bij een restaurant moet je 2 weken dicht. Als restaurant zijnde.
Het was eigenlijk vooral weer een waarschuwing. Ik geloof dat ze nu na 10 uur iets mogen ze niet meer, de jongeren. Maar ze zeggen er ook geen leeftijden bij. Weet je, ik weet, val ik daar ook onder? Ik weet niet in welke leeftijdscategorie de jongeren vallen. Maar kijk, ik ben nog wel jong, maar ik ben ook al volwassen. Dus dat vind ik een beetje lastig. Dat vind ik een beetje onduidelijk. Ik denk zelf niet dat dit heel veel gaat helpen. Weet je, er komt weer een waarschuwing. En dan denk ik van, ja jongens, dit gaat het niet worden voor mijn gevoel. Als je het hebt gemist, je hebt niks gemist eigenlijk. Moet ik zeggen. Ik vond het niet bijzonder. Ik denk als je hier voor je vakantie afbreekt. Wow, ik denk dan komt er wel spectaculairs. Spectaculair, dat klinkt heel raar. Maar dan komt er wel weer wat meer beperkingen. Maar dat is het eigenlijk niet. Op zich is het een goed teken, maar aan de andere kant denk ik als het virus zich alweer zo snel verspreidt. En dan zeggen we zitten nog niet in de tweede golf, maar dit helpt gewoon niet. Er zijn natuurlijk wel bepaalde delen in Amsterdam en Rotterdam waar je een mondkapje moet dragen. En ik heb van de week zelf ook, dat werd ook in de persconferentie genoemd, met open mond staan te kijken. Bij Feyenoord is normaal ieder jaar bij de eerste training van het jaar mag publiek zijn. Hebben ze nu ook gedaan, publiek. Wel met een stuk minder man. Maar ik zag al op de beelden. Er zat absoluut geen 1,5 meter afstand tussen de mensen in. Ze waren aan het schreeuwen. Schreeuwen mag al niet. En dan denk ik, waarom doe je dit dan? Weet je, ja, dat is heel jammer. Maar dan maar een keer een eerste training zonder publiek. Het is niet anders. Maar ja, dat ben ik. Ik heb met open mond staan te kijken in ieder geval. Ik vond dat zo bizar. Maar ja. Goed, het zal wel. Ik ga stofzuigen, de boodschap omhoog brengen. Omhoog brengen, ja hoor. Ja, naar boven brengen. En dan ga ik wat doen, want des te eerder ben ik klaar. Ik zit er best wel een beetje tegenop, omdat het zo warm is. Ik heb trouwens een heel zomers geurtje op. Dit is gewoon eentje van de Action. Dit is de Indigo Fruitylicious Apple. Het is eigenlijk een namaak van, volgens mij, DKL. Ik weet niet de precieze naam, die zal ik even onder in beeld zetten. Het flesje is ook wel heel groot. Het is een soort appeltje. En hij is echt heel lekker zomer. Dus die heb ik lekker opgedaan. En nu gaan we poetsen. Even een ander beeld, want de camera was leeg. Dat gebeurde al tijdens het schoonmaken, dus ik heb niet heel veel kunnen vloggen. Echt een heel klein beetje, dus die ligt nu op de oplader. Ik ga natuurlijk steeds mijn nagellak eraf halen. Kijk, het ziet er niet meer uit. Ik heb heel veel lelijke dingen. Deze valt er nog mee, maar het ziet er ook niet meer uit. En dan gaat het er gewoon lekker af. Ik ga vanavond even Louisa en Rowan kijken met dat schoonmaakprogramma. Ik denk daarna even een aflevering van Van God los. Die heb ik vorige week opgenomen. Ik moet de video nog in elkaar zetten. Ik moet mijn artikel schrijven. En voor de rest kijk ik de team en Smeris natuurlijk. En ik heb net het eten al even een beetje voorbereid. Dus ik ga zo nog even lekker relaxen. Het was best wel zwaar hoor, nu de slaapkamer. Het was echt wel heel erg warm. Maar ja, dat wist ik ook wel. Maar goed, het is weer klaar. Ik heb weer een heerlijk schoon bed. Alles is weer lekker schoon. Ik heb nu hier de 2 ventilatoren staan.
Dus eigenlijk alles is lekker. Ik heb ook gelijk de slaapkamer weer. Ja, dat is die deur daar. Die heb ik ook gelijk alles weer dicht gedaan. En dan vanavond kan hier de boel gewoon weer open. Al koelt het toch weinig af. En dan ja, is het de komende dagen even doorbijten. Want de komende dagen blijft het wel rond de 33 graden wat ik heb gelezen. Mijn wasje die draait nog. Dus die kan ik vanavond even ophangen. Ik heb mijn handtas even uitgezogen. Dus dat wat ja, van de sigaretten weet je wel. Wat van die check zat erin. Dat heb ik even uitgezogen. Die heb ik eventjes nu bovenop staan. Een beetje luchten. En ja, voor de rest is het dat wel. Het was vandaag weer weinig. Ik hoop dat ik morgen iets meer kan vloggen. Maar ik vind het heel lastig nu met de warme dagen om echt jullie een beetje mee te nemen. Omdat het in huis zo donker is. En je eigenlijk ook niet heel veel wilt doen omdat het gewoon te warm is. Maar ik ga het in ieder geval wel weer proberen. Ik ga nu even lekker relaxen. Straks lekker douchen. En dan na het eten ook lekker de bank op. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. En vanavond even kaart aan de gang van YouTube en mijn blog. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 8 augustus. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het idee dat het licht wat beter is dan de afgelopen dagen. En ik heb niks anders gedaan. Ik ben over een maandje alweer jaren. Gadverdikkie. Oh, ik kan er nog geen zin in krijgen. Maar goed, dat duurt nog even. We hebben nog de hele maand augustus. Ja, het is binnen 27,5 graden. Ik weet niet goed hoe je moet formuleren, merk ik al. En het is wel warm, het is buiten 33 graden. Het is wederom weer een plakdag. Ik wist gisteravond even niet meer hoe ik het had. Tijdens het koken ook, 2 druppelen van mijn gezicht. En met eten ook. Ik heb toen even gedacht, moet ik misschien toch weer gaan douchen na het eten. Maar vaak heb ik gewoon geen zin meer. Dus dat merk ik wel. Dus ja, het is gewoon de aankomende week nog even doorbijten. Vanaf volgende week vrijdag wordt het 25 graden. Dus dat is iets aangenamer. Het is nog wel warm, maar het is in ieder geval beter dan 33. En hopelijk krijgen we dan ook weer wat regen. Gisteravond heb ik eventjes Louisa... Ik zeg het weer verkeerd. Louisa en Rowan, dat schoonmaakprogramma gekeken. Dit keer hadden ze een studentenhuis. Nou, gadver, die maken er ook echt wel een bende van. En dat wist ik ook al wel een beetje van andere programma's. Ik weet dat Rob Geus ook weer de superprogramma's heeft gedaan. Dat was ook met studentenhuizen. Maar dat is wel echt goor hoor. Jakkie. Daarna heb ik even van God los gekeken. Dat was een aflevering die had ik vorige week vrijdag opgenomen. Die was ook al wat langer geleden. Dus die wist ik niet zo heel goed meer. Maar ik vind dat altijd best wel een heftig programma. Vaak ook wel mooi. Hij was ook wel een beetje zielig. Want deze jongen die had PTSS. En dat kwam niet in het verhaal naar voren. Maar dat kon ik opmaken uit de beelden. En die werd door zijn schoolfamilie niet geaccepteerd. En... nou, dat ging compleet mis. Hij sloeg zijn vriendin ook. En toen zijn die broers van haar, die zijn erop afgegaan. Ja, die kregen een mes tussen de ribben. Dus ja, hij hoefde ook uiteindelijk niet de gevangenis in. Want doordat hij dus zulke trauma's had opgelopen in Bosnië, was hij vrijgesproken van alles. Dus eigenlijk best wel bijzonder. Maar oké, ik weet niet trouwens op welke moord het verhaal gebaseerd was. Want even, de afleveringen van God los zijn altijd gebaseerd op een bepaalde moord die dus wordt nagespeeld. Dus dat was dat. Ik heb de video in elkaar gezet, die heb ik ingepland, ik heb mijn artikel geschreven en ik heb daarna weer het team gekeken. Daar heb ik nu nog 3 afleveringen van, dan ben ik daar ook alweer doorheen. En Smeres, dat was ook wel weer een hele mooie uitzending, ook super spannend, dus dat was eigenlijk een beetje mijn avond. En ik heb een klein dilemma. Ik wil voor mijn katten een kattenbak erbij hebben. Ik weet het, ik doe het nog steeds met 1 kattenbak, maar het gaat over het algemeen redelijk goed. Wat is de vriend? Heb je het ook warm? Nou, de katten weten niet zo goed hoe ze het hebben. Maar goed, ik wilde dus een bak bij hebben. En mijn gedachte was, ik wil weer een roze, want ik heb nu een roze van Curver. En veel mensen zullen dat misschien ook heel erg raar vinden. Ik weet nog wel, toen ik hem kocht, dat is in een van mijn beginvlogs geweest dat ik dat heb laten zien. Ik heb toen een roze kattenbak gekocht, want ik was toen net alleen en ik dacht, ja, het kan gewoon. Ik kan gewoon een roze bak kopen, dus dat heb ik ook gedaan.
Maar ja, nu wilde ik dus eigenlijk graag weer een roze. En ik zie dat Curver ze niet op de website heeft staan. En eigenlijk overal waar ik kijk zijn ze of niet leverbaar of uitverkocht. Of de levertijd is heel moeilijk. Wat is er, meisje? Je hebt het warm, hè? Ja, het is ook warm. Even bij deze zitten, want die is evengoed wel heel knuffelig, ondanks het warme weer. Ja, jij bent ook warm. Hallo. Ja. Ja. Het is warm, hè, meis. Wat wil je dan? We gaan lekker water drinken. Er staat heel lekker water voor jou. Ja. Zo, dat moet ook even gebeuren, katten knuffelen. Maar die kan ik dus nergens meer vinden. En toen zag ik dus een andere kattenbak staan. Die was van een ander merk. Maar ik twijfel een beetje of dat wat hier gaat passen. Ik weet eigenlijk dat je bij 3 katten gewoon 4 kattenbakken moet hebben. Maar dat gaat gewoon in het huis niet kunnen. 2 is echt de max. Dus ik ben me een beetje aan het oriënteren. En ik weet niet zo goed of ik dat wil doen. De prijs is wel aanzienlijk anders als die van Curver. Maar ik weet ook wel dat ik Curver heel fijn vind, want ik heb in mijn leven al best wel wat kattenbakken gehad. Sinds ik zelf katten heb. Kijk, bij mij thuis hadden wij ook katten, maar... Katten. 1 kat. Maar die had gewoon een goedkope kattenbak, maar dat was ook geen probleem, want die kwam ook buiten. Dus die deed buiten ook wel eens zijn behoefte. Ja, en dat is natuurlijk anders met binnenkatten. Dus ik twijfel een beetje. Ik weet niet zo goed als ik bijvoorbeeld de Curver heeft nog wel anthraciet, wit en blauw. Ik weet niet zo goed als ik er een blauwe naast zet of dat mooi staat. Weet je, het moet ook een beetje matchen voor mijn gevoel. Dus ik twijfel daar een beetje over. De kattenbak die ik nu had gezien. Ik zal hem even opzoeken. Kattenbak. Ik heb hem natuurlijk al weggeklikt. Ja. Kijk, de Curver komt nog wel naar voren, maar... Het is ook een beetje, het is eigenlijk ook een beetje vies roze. Het is van Adori. Ik zou gewoon eigenlijk even reviews moeten lezen. Dat is deze kattenbak. Deze. Maar die, er zit zo'n klep aan de voorkant, zoals je kan zien. En ik weet niet of dat echt gaat werken, want daar komen dan weer de grietjes doorheen. Dus ik moet echt even kijken wat handig is. Maar goed, heb ik vandaag iets op de planning? Nee, weinig. Ik wil eigenlijk nog even verder met het nagellaklijstje. Ik moet echt even mijn voeten weer raspen. Ik wilde eigenlijk heel graag de sokken aandoen, maar dat zie ik nu niet zo zitten met dit warme weer. Dus ik denk dat ik dat volgend weekend maar even ga doen. Want ten eerste, als nu de hele week ga ik op slippers lopen. Als dat eelt eraf komt, dat ziet er ook niet echt lekker uit. Ja, en ten tweede, je wilt nu gewoon even geen sokken aan. Dus dat ga ik even raspen en dan ga ik straks gewoon even bullet journalen. Ik weet niet of ik jullie, hoe ver jullie erbij kan zetten in verband met het licht. Maar dan ga ik even zien. Ik ga ze even stofzuigen. Ik heb wel mijn nagellak verwijderd gisteren. Dus dat was top. Dus dat ga ik maar even doen en dan gaan we wel even kijken wat we kunnen vloggen in dit donkere huis. Want ja, het blijft een beetje lastig nu. Ik ga even verder met de nagellaklijst en toen dacht ik, ik kan deze wel eventjes proberen of dat dit werkt. Dus laat ik die eens even aansluiten om te kijken wat het doet. Zo, hij staat op high. Er komt wel wat koude lucht vanaf. Het is niet superveel, maar het is wel even lekker. Dus dat is op zich wel lekker. Ik heb even de spullen vast naar beneden gehad, maar ik ga eerst even nog een deeltje doen van de nagellaklijst. Zodat ik die ook een beetje af heb. En die wordt echt al super lang. Kijk, dit is hem al. Hij heeft echt best al wat pagina's. Dus we gaan even verder met aanvullen. En dan ga ik daarna even knutselen, in ieder geval. Ik heb geloof ik al 5 pagina's of zo, dat is best wel lang. Maar goed, ik ga even verder. We'll be right back.
Zo, mijn vriendjes hebben net lekker gegeten. Maar ze kwam al even helemaal bij. Want ik ga er meestal even bij zitten. Omdat Nicky nog wel er een handje van heeft om het eten van Muis op te eten. Omdat Muis dus wat trager is. Maar toen ging ik er even bij zitten. Toen was Muis klaar. Toen kwam ze echt helemaal zo even van ei maar eventjes. Dus dat was wel super lief. En ja, ik ben ook wel even lekker bezig geweest. Ik denk als je maar op zich een beetje rustig houdt, dan gaat het op zich wel. Maar je maakt je gewoon snel te druk. En dat is denk ik het probleem een beetje. Maar op zich weet je, ik heb mijn dingen wel. Ik heb het weer kunnen doen wat ik wilde doen. Ik heb mijn voeten eventjes geveld. Wat ook niet helemaal een juist resultaat op heeft geleverd. Zie ik, want volgens mij heeft het gebloed. Kijk, ik heb dit geveld. Maar je ziet hier een beetje bloed. Straks maar eventjes lekker douchen. En ik heb de pleister eraf. En volgens mij is de likdoor er nu ook uit. Zo goed als. Die pleister liet gisteravond al los. Dus heeft het geen weekje volgehouden. Maar goed, het is even niet anders. Ik ga nu even geen nieuwe pleister erop doen. Want het vel moet ook weer een beetje terugkomen. Want er gaat vrij veel vel af. Dus ik laat het nu even zoals het is. Ik ga zo even lekker relaxen. Ik ga straks Ajax kijken om 6:15. Want yes, het voetbal is weer begonnen. Ik word er blij van. Volgens mij is het dan een oefenwedstrijd. Maar dit kunnen we best wel winnen. Volgens mij moeten we tegen RKC. Dus ik ben ook even heel benieuwd hoe dat nu gaat. In coronatijd. Hoe het nu zit met de supporters. En hoe het allemaal is ingedeeld. Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Dus daar heb ik ook zin in. Vanavond kijk ik ook nog even All Together Now en een aflevering van God Los. Ik probeer nog even wat aan de vlog te werken. Misschien nog even verder met mijn nagellaklijst, want ik ben op zich wel lekker bezig. Dan kan rond een uurtje of kwart over acht kan hier de boel open. Dat is ook wel lekker. En dan, ja, het koelt heel weinig af natuurlijk. Dus het is echt heel minimaal. Maar dan is het in ieder geval even iets verfrissend. En vanavond kijk ik weer de team en smeres. Dus verder geen bijzondere avond. Maar gewoon weer een beetje overleven zoals we nu de dagen doorkomen. Want het is gewoon niet anders. Ik hoop dat we vanaf volgende week dat het gewoon even iets beter wordt. En dat het dan gewoon even iets aangenamer is. Want ik zit nu ook al heel erg met in mijn hoofd van ik wil een video opnemen voor aankomende week. Maar wanneer moet ik dit gaan doen? Kijk of ik moet de slaapkamer pakken. Maar ik weet dat de vorige keer niet echt een succes was met filmen. Dus daar moet ik nog even over nadenken. Ik ga jullie nu in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nog eventjes even een beetje rustig aandoen. Ik ga eventjes mijn ammaatje opdrinken en dan ja, douchen en dan straks klaar zitten voor Ajax. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 9 augustus. En ja, ik zit nu nog eventjes op de bank. Ik ga straks even foto's maken. Het is nog steeds heel warm en het vervelende is, uit mijn kolomventilator komt een brandgeurtje. Dus die durf ik niet meer aan te doen. Ik ga even kijken nog wel of ik hem even met de stofzuiger kan afzuigen. Zodat er misschien, als er stof in zit, dat eruit kan. Maar ik heb er weinig hoop op. Hij is net een jaar oud, dus het is best wel snel. Ik denk niet dat er nog garantie op zit ook. Ja, dat is gewoon even minder, want eigenlijk heb je wel gewoon meer de ventilators nodig nu met deze temperaturen. Maar ja, je doet er niet zo heel veel aan. Gisteravond Ajax gekeken, ze hebben gewonnen. Maar ik moet zeggen, dit was een oefenwedstrijd, dus dit telde niet voor de Eredivisie. Maar het was wel een beetje saai, omdat je dus geen publiek had. Bij de Eredivisiewedstrijden mag blijkbaar wel publiek zitten. Nee, de oefenwedstrijden niet, maar het voelde wel heel, heel kaal aan. Zo hele lege tribunes en zo. Ja, dat was best wel een beetje tragisch. Ik had echt zoiets van, man, dit ziet er niet echt gezellig uit of zo. Maar ja, goed. Aan de ene kant, ik snap het heel goed. Maar aan de andere kant snap ik sowieso niet dat er gevoetbald mag worden. Ik bedoel, spelers hebben de neiging om te tuffen op velden. Dat heb ik ook gezien. Als voetballer kun je geen 1,5 meter afstand houden. Dus ja, ik snap eigenlijk überhaupt niet dat er gevoetbald mag worden. Maar goed, aan de ene kant is het wel leuk dat het weer begonnen is. Aan de andere kant vraag ik me af hoe lang het zal duren. Want ja, met het oplopen, met dat corona toch weer wat opleeft, vind ik het allemaal best wel een beetje riskant. Ik geloof wel dat hun regelmatig getest worden, ook op corona. Dus dat het echt wel heel goed in de gaten gehouden wordt. Ik heb All Together Now gekeken.
In de naam van God los. En gisteravond heb ik Smeris gekeken. Het was echt super spannend, want seizoen 3 is een beetje met terroristische aanslagen. En ze waren nu dat bureau binnengekomen. En nu was het echt de bedoeling dat ze die mensen gingen uitschakelen. Dus dat was allemaal best wel heel spannend. Al wist ik wel dat ze er gelukkig levend uit zouden komen, omdat ik weet dat er nog een seizoen 4 en een seizoen 5 is. En als een van de hoofdrolspelers overlijdt, dan is het seizoen ook gewoon klaar. De team was ook spannend. Dus dat is allemaal, was allemaal leuk. Ik ga straks even foto's maken en even stofzuigen. Even kijken of ik die ventilator een beetje uit kan zuigen. Ja, je moet gewoon met de stofzuigermond over die ventilator heen gaan in de hoop dat hij het stof eruit trekt. Maar dat is even afwachten. Ik heb mijn teennagels gedaan. Gisteravond. En dat was het ook. Ik heb al een groot deel van de vlog af, dus dat is ook wel lekker. Ik heb het licht niet super licht. Ik heb het niet super licht kunnen krijgen. Dus er is wel wat aanpassingen gebeurd qua licht. Maar het is niet heel, heel anders als het licht wat ik op de camera meekrijg. Anders wordt het ook heel onnatuurlijk. Dus dat, ik heb weer gesport. Het was nu ook wel extra zwaar hoor met deze temperaturen, want je zweet ook gewoon je bed uit. Ik ben iemand die kan dus niet zonder laken, zonder dekbed slapen. Ik moet toch wat over me heen hebben. En dan met lezen vind ik het nog wel oké om geen dekbed te hebben, maar als ik dan echt ga slapen wil ik toch wel een dekbed. Herkennen jullie dat? Of kunnen jullie wel echt zonder deken slapen? Ik kan het dus gewoon echt niet. Dat is een beetje minder. Ik weet niet of de temperaturen al wat omlaag zijn gegaan. Even die beantwoorden. De temperatuur. Het is 31 graden vandaag. Morgen 33, dinsdag 33, woensdag 33, donderdag 32, maar er staat er wel zo'n wolkje bij. Vrijdag 26. Dus dat is al wat beter. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Gisteravond was op een gegeven moment de zon eigenlijk al vrij vroeg weg. Dat voelde wel heel lekker. Toen dacht ik wel, oh, dit is wel echt heerlijk. Maar ja, hij is nu is hij weer vol gas aanwezig. En ik heb ook steeds nu wel vliegen binnen. Die vinden toch een gaatje waardoor ze naar binnen kunnen. Dus ik ben continu aan het neppen. Het tijgertje ligt hier op de grond. Huis heeft gisteravond een hele poos in de douche gelegen. Dus Mickey ligt hier. Waar mijn liefheid? Ja. Ik zal jullie straks even laten zien wat ik ga fotograferen. Ik zal jullie vandaag verder nergens bij zetten. Ik ga zo nog even wat aan de lipsticklijst doen. En of lipstick nagellaklijst, want die is echt bijna af nu. Ik heb echt nog maar een paar lakjes in het doosje zitten en dan is dat ook af. Dus ik ga even stofzuigen en dan zal ik straks even de spulletjes laten zien. De fotografie spulletjes. Ik heb hier allereerst wat producten uit een Bronze This Way collectie. En dit zijn allereerst stickertjes of tattoos. Een kwast. Dit is een Baked Bronzy Blush. Ik heb hier een Shine Ring Body Oil. Ik heb twee matte bronzers. Eén voor de darker en de lighter skin. En een oogschaduwpaletten. Daarnaast ga ik deze foundation fotograferen. En deze twee highlighters van MUA. Dus dit ga ik nu eventjes doen en dan zie ik jullie later weer. Zo, ik ben klaar. De katten hebben net gegeten. Dus vinden ze nu wel extra lekker hoor. Dat zachte voel met dit weer. De foto's zijn gemaakt. Die zijn geïmporteerd. Ik heb mijn nagellaklijst af. Dus alles staat weer netjes op zijn plek. Ik heb zelfs nog wat aan de doodles kunnen doen. Want die heb ik nog niet af van jullie. Dus dat was het verder ook wel. Niet heel interessant. Maar ik heb wel dus de ventilator helemaal afgezogen. En er komt nu geen brandgeur meer uit. Dus ik kijk het even aan. Maar het was een beetje lastig. Stof kun je er niet heel makkelijk van eruit halen. Ik heb dan de stofzuiger erop. Dan heb ik met een lepeltje en een pincetje het meeste stof eruit getrokken. En
ja, nu komt er geen rare geur meer vanaf. Het kan natuurlijk zijn dat er gewoon veel haar in zat. Maar je krijgt hem niet helemaal goed uitgezogen. En hij kan niet uit elkaar. Dus dat is een beetje jammer. Vanavond, ik ga mijn nagels even lakken. Je hebt eigenlijk niet echt iets op tv wat ik leuk vind. Dus ik denk dat ik even smeren seizoen 2 een beginnetje weer ga maken met waar ik was gebleven. Ja, je hebt voor de rest niks. Je hebt ook geen witse helaas. Daar baal ik heel erg van. Verder moet ik vanavond foto's bewerken voor het artikel van morgen. Ik moet... nee, dat is het eigenlijk wat ik moet doen. Straks in ieder geval lekker douchen, want ik plak aan alle kanten. Eten en... Ja, vanavond heb ik gewoon weer de team en Rex. Dus dat is mijn avond. Verder niet bijzonder. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Ik heb nu ook eventjes de oplader van, of mijn batterij van mijn spiegelreflex in de oplader zitten. Dat als ik van de week wil filmen, die vol is. Ik wil eigenlijk morgen filmen. Maar ik moet echt even kijken hoe dat gaat zijn met het licht en zo. Dus moet ik even afwachten. Maar voor nu zou ik bij deze zeggen gewoon, ik zie jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 10 augustus. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net al een video voor jullie opgenomen. Dus ik open de vlog iets later. Ik moet daar zo nog even de laatste beelden van maken. Even de beelden van het dichterbij schieten van de producten. En dan is die video klaar. Dan moet ik alleen even nakijken in de hoop dat die ook echt goed erop staat. Want dat vind ik altijd nog een beetje lastig. Maar goed, wat is gebeurd? Het is weer lekker warm. Ik zweet helemaal gek. Het is 33 graden weer. Half bewolkt, maar er zit niks van terug hoor. Dus leuk. Maar goed, nog even doorbijten. Gisteravond heb ik gewoon eigenlijk smeres gekeken. Want er was verder niks op televisie wat mij interessant leek. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb foto's bewerkt voor het artikel voor vanavond. En ik ben ook alvast begonnen met foto's voor de kwasten van morgen. Maar ik ben nog wel blij dat de video erop staat. Ik heb hem wel opgenomen in de slaapkamer omdat het hier gewoon niks werd. Dus ik hoop dat dat een beetje goed is gegaan. Dus dat is even afwachten. Ik ga zo even stofzuigen. En daarna ga ik eventjes nog willen journalen. Als ik de laatste beelden heb gemaakt van de producten. Ik heb gisteravond verder de team gekeken. En Rex en het team was ook weer erg mooi. Ik heb vanavond die laatste aflevering. Dus dat is best wel jammer. Maar voor de rest heb ik eigenlijk niet heel veel te vertellen. Ja, behalve omdat het nog steeds heel heet is. En dat ik eigenlijk niet meer zo goed weet hoe ik het heb. Maar ja, dat heeft iedereen. Want de katten die hebben dat ook. Dus dat is eigenlijk voor nu eventjes de dingen. Ik zag dat er eentje had gespuugd daar. Ik ga eventjes alle kleedjes en zo wassen. Ga ik de stofzuiger er doorheen trekken. En ik heb wel mijn nagels gedaan nog gisteren. Dat kleurtje wel even pakken. Ja, nu heb ik in de slaapkamer heb ik licht. Dus dat is natuurlijk wel ideaal. Oeh, dit is wel heel opgeheven. Maar dat was dit lakje gewoon weer een keertje. Die heb ik al vaker gebruikt. Dit is de C04 Modi Plump. Dus dat is die. Ik ga nu eventjes wat doen, want het is hier ook nog een bende zoals je kan zien. Want ik heb hier de video opgenomen, statief staat er nog en alle spullen. Toen kan ik zo even de laatste beelden maken en dan ga ik daarna even bullet journalen. En dan zal ik jullie even bijzetten, maar eerst maar eens even stofzuigen. Zo, met alles klaar. Ik heb niet heel veel gevlogd tijdens het knutselen, want ik kwam al tussendoor. Mijn vader belde, die vroeg of we morgen een paar uurtjes mee gaan naar Giethoorn. Even uitwaaien. Dus dat is natuurlijk wel super lekker. Dus ik moet ze goed insmeren. Dus morgen om 10 uur zijn ze hier. Dus dat wordt vroeg uit bedje. En dan kan ik mijn dingen... Gaan we daar gewoon eventjes bij het water een beetje. Omdat het hier ook eigenlijk niet te doen is. Bij mijn vader is het ook heel warm. Dus gaan we daar even heen. Dus ik neem jullie dan morgen wel een beetje mee. Ja, voor de rest heb ik net nog even een gouden kattenbak gedaan. Want die was eigenlijk morgen aan de beurt. En dat ga ik dan niet redden. Dus die heb ik nu gedaan. Ze hebben weer een schone bak. En dan ga ik morgen dus die kant op.
Vanavond kijk ik Meredith vs. Side the Second Chance. Volgens mij is het de laatste aflevering. Bureau Burgwallen. Ik heb de laatste van de team. En ik kijk Rex. En ik ga de reviews kwijt. Ik moet eventjes dus verder met de foto's. Ik was al eventjes een beetje de video aan het bekijken hoe de kwaliteit was van het filmen. Dus dat moet ik nog eventjes nakijken. Anders zou die nog een keer overnieuw moeten. Maar dat hoop ik niet. Dus ja, dat is voor nu dan eventjes een beetje de planning. Ik ga nu nog even lekker relaxen en dan zie ik jullie verder morgen weer. Sorry voor deze rommelige dag, maar er kwam even van alles tussen. Dus dat wil ik even niks aan doen. Maar ik zie jullie dan in ieder geval gewoon morgen weer. Dus ja, nu eventjes een beetje relaxen bij het ventilator. Een hele goede morgen op deze dinsdag. Het is 11 augustus en ik ben klaargemaakt. Ik ga zo meteen naar Giethoorn, dus ik heb de lenzen erin zitten, ik heb de spullen bij me, ik heb alleen niks te drinken, want ik heb gewoon geen drinken in huis, omdat ik hier niet op voorbereid was. Normaal als we zoiets plannen, dan weet ik het een eindje van tevoren en dan kan ik in de supermarkt altijd wat drinken halen, maar dat was nu niet aan de orde. Ik zal jullie wel even mijn outfitje laten zien. Ik ben heel basic hoor. Ik heb een zwart broekje met een wit hemdje en een, ja, topje zeg maar erop. Vond ik wel leuk bij elkaar matchen. Dus ik dacht, dikke prima. Ik ga even wat laatste dingetjes opruimen. Ik moet zo nog even mijn desinfectie in mijn tas doen. Mijn camera wil ik even meenemen. Deze, maar ook mijn spiegelreflex. Kan ik even wat foto's maken. En de bol moet zo weer dicht. Want ja, dat had ik nu even allemaal openstaan. Zodat het een beetje kon doorwaaien. Maar dat kan zo meteen wel weer dicht. Dat moet ook, want anders wordt het te heet. Gisteravond heb ik lekker televisie gekeken. Ik heb de laatste Meredith vs. Side gekeken. Was niet heel spectaculair. De dames hebben allebei niet gekozen. En Marcel's keuze was gewoon eigenlijk al voor de hand liggend. Dus dat was niet echt bijzonder. Ik heb weer eventjes gekeken naar Bureau Burgwallen. Was ook heel mooi. De laatste aflevering van het team gekeken. Was ook wel een hele mooie. Maar het betekent wel dat ik vanavond op zoek moet naar een nieuwe Netflix serie. Dat is een beetje jammer. En ik heb Rex gekeken. Dus dat was mijn avond. Ik heb lekker een artikel online gezet. De foto's bewerkt voor het artikel van vandaag. Ik heb een beetje fallout onder mijn oog, zie ik. Maar voor de rest gaat het allemaal goed. Ik ga nog even gauw wat drinken. Want hun kunnen er zo al zijn. Ze zouden eigenlijk om 10 uur hier zijn. En zouden we even koffie drinken. Maar dat ging niet door. Want ja, het werd gewoon allemaal wat eerder, maar dat geeft niet. Ze waren een beetje verlaat. Mijn vader zou eigenlijk even bij de Action kijken voor een kattenbak voor mij. Hij zei van, ja, waarom probeer je niet eerst gewoon met een goedkope kattenbak? Toen dacht ik later, ja, dat kan ook wel. Maar Action had geen kattenbakken meer. En ze hadden even zonnebrandcreme gehaald, want ik weet nog van vorig jaar, toen ben ik echt onwijs verbrand. Dat kwam toen wel door het varen, dat gaan we dan nu niet doen. Maar ik was wel heel erg verbrand, dus ik moet me wel goed insmeren. Dus geen koffie, wel even wat drinken en ik ga jullie gewoon meenemen vandaag. Dus ik ga even kijken wat ik kan filmen. Ik denk gewoon weer wat beelden van Giethoorn, maar misschien nu ook wel leuk omdat ik ook een wat betere camera heb, zodat jullie ook wat meer beelden kunnen zien. Dus ik ga even de laatste dingen doen en dan zien jullie mij later en sowieso wat beelden. Ik ben inmiddels alweer een tijdje thuis en het eerste wat ik heb gedaan
Toen ik thuis kwam is de ramen open, want de zon die was weg. Het was niet echt afgekoeld, maar de zon die was in ieder geval verdwenen. Er kwam wat bewolking aan. Ik had heel erg gehoopt op een buitje, dat is niet gebeurd. Maar omdat de zon weg was, konden gelijk de ramen open. Daarna heb ik de katjes eten gegeven. En ik ben eigenlijk daarna gelijk onder de douche gesprongen, want... ik rook niet fris meer. Ik heb vanmiddag nog een keertje wat deo bij mezelf opgedaan. Maar het is niet tegen te houden met deze temperatuur. Je ruikt echt niet fris meer. Dus ik was heel erg blij toen ik onder de douche kon. Toen ben ik daarna gaan koken. Heb ik mijn eten gegeten. En even opgeruimd en zo. Toen heb ik net even het spelletje gekeken. En nu zit ik even lekker op de bank. Het was heel gezellig. Het was wel heel warm, maar het was wel echt super leuk. Het was wel lekker om gewoon, weet je, dat aan het water en met het windje erbij is dat wel heel lekker. Ik moet ook zeggen, het water longte best wel. Al zou ik er niet in gaan hoor, want ik ben iemand, ik zwem eigenlijk alleen maar in zwembadwater. Want in het strand wil ik ook nooit in het water, omdat ik het eigenlijk gewoon vies vind. Maar als je dan die zon zo warm op je huid hebt, dan denk je wel, oh, dit was wel heel lekker geweest. Maar ja, het was gewoon lekker om daar even te lopen. Je kon lekker af en toe in de schaduw zitten. We zaten dan wel even op het gras, want ja, je kon ook niet echt wat bankjes en zo. Er zijn niet heel veel bankjes en de meeste zijn toch wel bezet. Het was echt heel schattig. Er kwamen op een gegeven moment wat eendjes naar me toe. Ik weet niet of ik dat nou gevlogd heb. Als dat wel zo is, dan hebben jullie dat al gezien. Maar die waren daar gezellig aan het lopen. Familie eend. Was echt heel leuk. Dus het was verder heel fijn. Ik ben wel verbrand. Je ziet hier best wel dat ik wat verkleurd ben. Ik ben hier best wel een beetje verbrand op mijn schouders. Ik had me wel ingesmeerd. Ik heb ook het idee dat mijn gezicht wat roder is. Maar ik weet niet of dat door de zon komt. Of dat het gewoon komt dat ik heb gedoucht. En dat ik net nog eventjes toen net eventjes nog mijn hoofd onder de kraan heb gedaan. Want dat doe ik met deze temperaturen wel. S'avonds steek ik af en toe nog even mijn hoofd onder de kraan. Dus het was een geslaagde dag. En het was lekker om er even uit te zijn. En het is nu gewoon echt aftellen met de laatste dagjes met de warmte. Dus dat is ook wel prettig. Ik ga zo meteen eventjes het zal mijn zorg zijn kijken en een afleveringetje van smeren. Dus ik ga nog even wat aan de vlog werken. Het artikel moet nog online. Ik probeer de vlog alvast klaar te maken. Want morgenavond gaan we even naar Nathalie. Dus dan is het ook even wat anders. Dus dat ga ik gewoon zo nog even doen. Ik ga straks een nieuwe Netflix serie uitzoeken. Ik moet een nieuw boek uitzoeken. Dus dat zijn allemaal nog keuzes die ik moet maken. En ik kijk gewoon Rex. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik wil je weer heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan erop het rondje bij mijn gezicht te drukken. En op mijn kanaal zelf. Daar kun je het belletje aan zetten. En dan krijg je een melding zodra een nieuwe video online komt. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doeg!